bikers zomaar op Drimmelen. Tweede keer na de coronaperiode. Pinkster zaterdag 2023 zijn we weer bij de top 100 live in Maden. Ga je van de kaartjescontrole? Ja, dat klopt inderdaad. Wij checken de kaartjes en zorgen dat ze door de beveiliging naar binnen mogen inderdaad. Wordt opgelegd. De controle beveiliging is binnen. Waar controleren ze dan op? Op van alles en nog wat. Hè. Alles wat mensen illegaal niet bij zich mogen hebben, noem maar op, wordt binnen gecheckt. Wij zorgen dat de kaartjes hier verzameld worden, gescand worden. En dan kunnen ze door de rijen naar binnen. En dan kunnen ze lekker genieten van de muziek en van de gezelligheid. Ja, zeker. Daar moet het om gaan. Hè? Daarom. Wij gaan ook even binnen kijken. Dat is helemaal goed, man. Veel plezier, geniet ervan. Ja, dankjewel. Tot de volgende. Hè. Kijk eens. Ik begrijp van vooruit dat vooraan doen ze de kaartjes. Ja. En hier aan de binnenkant doen ze de beveiliging. Ja, dat klopt. En u bent van de beveiliging? Ik ben van de beveiliging. Ze zijn hier aan het fouilleren. Kijken of ze niks binnen meenemen. En voor de rest hopen dat ze een leuke avond voor de rest krijgen. Nou ja, maar jullie zorgen ervoor dat het in ieder geval een leuke avond blijft. Dat er niet per ongeluk vreemde dingen mee naar binnen komen. Ja, dat klopt. Soms vind je wel eens wat. Maar de mensen reageren dan wel heel netjes en dan leveren ze het bij ons in. Maar voor de rest mogen ze het aan het einde van de avond mogen ze het dan weer terug ophalen. Ik sta hier bij twee gezellige dames die heel goed naar de zin hebben hier bij de top 100 Maden. Even kijken waar ze vandaan komen. Jullie, ga je komen van? Oh, wie ben jij? Ik ben José. José. Ik ben Rosanna. Rosanna. En jullie zijn de trouwe bezoekers van de top 100? Ja, ja, zeker. Ja, al jaren. Al jaren meegedaan. Al jaren meegedaan. Oké. Okay. Ja, jullie staan naar buiten, maar binnen is te doen. Ja, trek. Eerst even nog van het zonnetje genieten. Ja, dat zou en van jullie. En van ons, ja, zeker. En jij hebt een bekend gezicht, hè? Want Gijs, zit op de mei ergens te werken, hè? Ja, bij de topslijter. Ja, kijk aan. En waar kom jij vandaan? Breda zit ik in. Ik kom uit Breda. En jullie zijn vriendinnen of kennis? Ja, wij zijn van kleins af aan al vriendinnen. Oké, jullie zijn ook gelijk, het komt gezellig uit. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga lekker verder. Dankjewel. En misschien hebben we elkaar nog tegengekomen. Veel plezier. Ja, ook veel plezier. Dank. Ik sta hier bij Kees van Mechelen, een van de mensen van vanaf het prille begin. En Kees, hoeveelste keer heb jij het nou georganiseerd? Dit wordt, als we de corona niet mee tellen, de 19e keer. De 19e keer. En ben je er nog van plan om lang mee door te gaan? Of, Dit is mijn laatste jaar dat ik het organiseer. Vanaf volgend jaar gaat mijn zoon en een aangetrouwde neef van ons het overnemen, van mij en Anton. Ja, van Anton. Dus ga je draagt de staf over. En we hebben al die jaren wel plezier mee gehad, denk ik, in de organisatie. Zeker weten. Heel mijn liefde en plezier gedaan. Maar het wordt steeds groter, steeds moeilijker om te organiseren. En de jongen gaan kan het ook gaan doen, hè? De jongen gaan het op een gegeven moment overnemen. Maar is het gemakkelijk of moeilijker om vrijwilligers te komen? Want ik hoor bij verschillende organisaties dat er wel een redelijk probleem is soms. Ja, dat valt niet mee om überhaupt mensen te krijgen die... Ja, tent mee opbouwen, afbreken. Wij hebben wel een hele vaste, hechte groep die we al jaren hebben. Waar we heel blij mee zijn. Maar ja, het wordt inderdaad steeds moeilijker, want de carnavalsverenigingen die we hadden, die nemen één voor één zo'n beetje afscheid. Ook die krijgen de mensen dieper bij elkaar om te helpen.
Dus ja, het wordt wel steeds uitdagender, dat moet ik wel zeggen. Ja. Ja, ik heb hier nou een beetje rondgekeken en als ik zie van de catering voor de deelnemers, de catering voor het publiek, tentbouwen, kranen, toiletten, dus dit is wat gezegd, het is toch wel een hele puzzel ook. Ik denk, hoe is het contact met de omwonenden, want dat is ook een dingetje denk ik. Perfect, ja? Perfect. Ja, ik kan niet anders zeggen, wij doen het al, we zitten op dit terrein al 12 jaar. Goede contact met de buren, helpen aan alle kanten, we zorgen ook allemaal dat ze toegang hebben 2 dagen. Dat ze kunnen komen. We doen bouwhekken voor de deuren bij die het wil. We doen een barbecue met z'n allen, dan nodigen we de buren ook uit. Ik kan niet anders zeggen dat ik heel blij mee ben. Dus dat is wel een perfecte goodwill van de omgeving. 100%. Ja. Nou, ik zou zeggen, wij gaan nog een beetje genieten en een beetje interviewen. Ik ga je ook voor het laatste jaar genieten en volgend jaar als publiek of misschien toch wel een beetje meekijken nog. Ik kan morgen voor volgend jaar ga ik mijn zoon helpen. Ah, ja. Ik ben hier gewoon wel, maar ik ben niet meer de organisator, zeg maar. Nee, maar je kan het niet gelijk helemaal loslaten. Hè? Dat gaat hem niet worden. Dat valt niet mee. Dat hebben we met het bedrijf het ook overgenomen. Dat gaat ook tijd voor nodig en met dit ook weer. Ja, ja. Ja. Nou, zeg, succes voor jouw zoon gewenst dan en nog veel plezier dit weekend. Dankjewel. Ik zit weer bij een twee ras echte Mayonnaise, als ik het goed begrepen heb. En die komen al een paar jaar hier bij de top 100. En we gaan even uitvinden wat ze ervan vinden. Ja, superleuk hier, hè? Ja. Dan komen we hier elk jaar. 2 dagen zelfs, hè? 2 dagen. Oh, en morgen ben je er ook. Morgen zijn we ook hier weer aanwezig, jazeker. Ja, ja, maar morgen is het de Hollandse dag toch, hè? Ja, maar dat vinden wij ook leuk. Het zijn twee totaal op verschillende muzieken, maar... Ja, ja. Allebei leuk. Ben ik er nooit bij geweest? Is het dan druk? Ja, dat is ook heel... Wel een stuk minder als hier. Ach, ja. Nou, hoor. Ja, ja. Ja, wel. Ja, ja. Oké, okay, ja. Maar wel gezellig. Ook gezellig, ja. Ik heb er één keer stukje van gezien toen het al bij de hondentrainingskamp was. Daar ben ik een keer even geweest, ja. Maar dan wordt er wat gedaan zo ook en zo. Jawel. Maar dat is de plaats voor. Ja, nou niet. Dan kan ik een kokstrootje doen, hè. Nee. Morgen wel. Nee, maar jullie hebben bekend alle edities al meegedaan. Zolang dat bestaat, kom ik er al. Ah ja, oké. Want jij zei net dat bij de Schietberg ook toen is, maar dat wist ik niet meer. Nou ja, bij de hondenvereniging daar weet je niet, bij Jan Stijk. Dat weet ik, ja. 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 Ah, ja. Daar ben ik nooit bij geweest, wat? Nee. Bij de Schietberg ben ik nooit bij geweest. Nee. Nou ja, goed, jullie gaan weer verder. Maar ja, je moet straks wel een beetje naar binnen gaan natuurlijk. Hè, want... Ja, het is nog lang, hè. Nog even van de zon genieten, dan kennen we het. Lekker bruin worden, hè. Ja, ik kom net van binnen af, maar het zit daar behoorlijk vol. Jawel. En hier kunnen ook de indruk is het drukker is dan vorig jaar. Meegenieten op het scherm. Oh ja, je kan er meekijken. We zitten hier op de eerste rang, ja, ja, we zitten hier niet verkeerd. Hè? Nee, zeker niet. Maar ik zou zeggen, nog veel plezier. Ja, dankjewel. Dan gaan we even een rondje verder maken. Ja, is goed, bedankt.
bezoeker van de top 100. Alleen ja, hij heeft één keer pech gehad, heb ik gehoord. Ja, en u bent? Dat klopt, ik ben Kees Busio. Kees Busio. En ik ben 18 keer van de 19 keer geweest. En één keer kreeg ik van mijn baas geen vrij. En ik heb een hele kwal in baas gehad. En wie was er? Ja, ik werkte toen bij de politie. Ja. En die werkte zaterdag ook. En dat kon niet anders. Nee, en er kon niemand veel invallen en niks. Ik heb ruzie gehad tot en met, maar ik kreeg geen vrij. Nee, geen vrij. Dus 18 van de 19 keer. 18 van de 19 keer. Maar ja, ik kan ook geruststellen, als het zo doorgaat, dan gaan ze nog wel een paar jaar verder, denk ik. Ja, daar zal ik al die jaren ook mee komen, want het is mijn feestje. Is dat jouw feestje? En waar kom je vandaan eigenlijk? Uit de mei. Ja, de Busio is wel een mei, zo'n maar ja, ik kom, maar hij zat niet in de mei. Geboren en getogen op de mei. Ja, en waar was jou, waar waren jij gestationeerd? In Breda. In Breda? Ja. Okay. Ik ben een wijkagent geweest. Wijk? Ja. Oh, maar kijken. Dus we kunnen hier jou de andere jaren ook weer zien? Zeker weten. Zeker weten.